Het zocht er in het begin net naar uit dat Snits winnen kan. Sliedrecht Sport is beter en het liek het van Harren een makkelijke midje. De ploeg van coach Petra Groenland die speelt het wikselvallig en maakt het een soort flaters. Dikkers deze smash van Marit Jasper, die het uitgit. Snits verliest dan ook de eerste twee sets bij 25-20 en 25-22. We begonnen heel moeizaam. De eerste twee sets zijn we wel een beetje overklast. En ik denk dat dat vooral te maken had met onszelf. En we waren verschrikkelijk hard aan het vechten tegen onszelf ook. Des te knapper dat je vanaf de derde set toch weer de touwtjes in handen neemt. In de sets der Nijs zit er een oorsnits op het veld. De derde set werd makkelijk won. Bij de stand Sankin Treijen is de voorsprong liefst 14 punten. De set eindigt uiteindelijk in een 25-14 overwinning voor de snitsers. Mij trog deze fantastische smash van Fenner Seinstra. Coach Petra Groenland zocht dat Snitsek in de vierde set beter is. Er wordt onvallender spelen en daar had Sliedrecht moeite mee. In de eindfase van de set wordt het verschil maken. De vierde set pakt Snits mij 25-20, mij trog een mooi punt van Roos van Wijnen. De Snitser fans hebben vertrouwen in een allesbepalende vijfde set. En daarin kan Sliedrecht Sport de eerste punten nog meekomen, maar Snits rint uit naar zo'n fjouwer trog goed werk aan het net. De overwinning liep het binnen, maar toch komt Sliedrecht weer waarom. Ontziend zien. Uiteindelijk is Snits krekt op tier bij de les. Op 14-12 volgt het eerste matchpoint. En vorig jaar de Supercup en de Lance-titel, nou dus op een nieuwe prijs van Snits. Is dat al hartstikke mooi, dat winnen van al die prijzen? Nee, ik moet zeggen, het is elke keer weer bijzonder. En deze is weer heel bijzonder, omdat je natuurlijk uit een onmogelijke achterstand toch weer zo hard terugknokt en vecht. Ja, en nou hebben we hem gewoon, dus prachtig. Coach Petra Groenland is blij, maar vindt het verschil tussen de eerste twee en de laatste drie sets te groot. Nou, het zegt dat wij in ieder geval veerkracht tonen, dat wij het niet opgeven, dat zegt het. Maar het zegt ook dat wij nog heel veel uurtjes moeten trainen om een stabieler niveau neer te leggen. Snijn begint voor de vrouwen van Snits de competitie, mijn thuiswedstrijd tegen Zwolle.